Bam! Bam! Ja! We hebben een piepshow. En um, helaas, geen Boris. Uh, het is een beetje die, die tijd rond kerst. En er zijn een aantal mensen. Vakantie, koos op vakantie. Of op vakantie heeft even een aantal dagen vrij. Boris heeft een aantal dagen vrij. Don't worry. Die zitten allemaal in de eindejaarscontent. En alle speciale dingen die we gaan doen. Dus dat maakt niet uit. Maar we hebben meer dan waardige vanger. Niemand minder dan. Moet ik je, Richard? Simon, noemen hem dan nu. Of is het skate? Een piepshow, zakelijk. Zijn we inmiddels op dat punt uh, nee, aangekomen? Nee, gewoon skate, inderdaad. Um, en er zitten wat dingen bij, skate, waar ik denk dat jij zeker een oordeel over hebt. Bot de bel bang, bam. Ja, nee, dat is ook eens een keer lekker dat je nu even niet, niet genuanceert. Want jij bent de meest genuanceerde man altijd van de redactie. Dus maar, mensen vinden dat fijn. Misschien dat jij dan even die... Je hoeft niet de rol van Boris over te nemen. Dat kan niemand. Hoef ik ook geen Bobby Cottage te zeggen? Is het niet Bobby Cottage? Ik ga beginnen namelijk met Bobby Cottage. <laughs> het is Bobby Cottage. Bobby Cottage. Daar is hij weer, dames en heren. Um, ja, we doen het eventjes. In ieder geval nog in 2021. Uh, zit hij er nog of zit hij er niet? Nou, hij zit er gewoon nog. Vaile, in zijn hoofd. Pedo. Oh, dat is oh, weer een zo, andere. Hè? Ja, dat is een andere. Zo, dat is gewoon even een <laughs> harde uitzak. Nee. Sexual uh, Predator. Uh, ja, nee, het, het, het gaat nog steeds niet goed met hem. Uh, met, met Activision. Um, er was weer een nieuw schandaaltje. En dat is dat uh, contract testers. Dat zijn mensen die uh, met name bij Raven Software en die doen de multiplayer. Q&A. Q&A. Ja, die doen Q&A. Die zijn heel erg belangrijk ook voor Warzone. En um, dat dat werk kun je onderschatten, maar het is fucking belangrijk dat weet je. Al die buggy games, dat soort gasten zorgen ervoor dat die games in ieder geval in een goede staat uh, de beta ingaan. Nou, deze mensen um, die worden eigenlijk nu vrij massaal opeens. Hè? Altijd lekker, joh vlak voor de kerst, eruit geflikkerd. Vanaf... Ja, januari moeten ze gaan. Ja, 28 januari inderdaad. Terwijl ze van tevoren hebben aangegeven van hé, hey, ja. uh, we, we zijn aan het kijken hoe we onze, de, hoe de P kunnen verhogen. Ja. Vervolgens kwam dus het verhaal van, oké, okay, de, de P kan verhoogd worden, maar dan moeten jullie wel verhuizen naar een andere stad ja. waar de Q&A-testing zal gaan plaatsvinden. En nu? Boom. En nu uh, blijkt het dus inderdaad oei. maar voor een aantal mensen te gaan. Dus... Um, wederom weer een, 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 een voorbeeld van hoe die communicatie binnen dat bedrijf volkomen losstaat. En dan, met name um, dat, dat toondoven uh, gedrag van het management, wat, wat echt hier zit, natuurlijk. En die zitten misschien ook wel een heel onder gebouw of andere verdieping. Tot de mensen QA. Die, die zitten in een ivoren toren. In de ivoren toren. In de, ja, precies. En uh, QA, en dat bedoel ik niet uh, uh, denigrerend, maar het, het, het staat een beetje aan de onderkant van de ladder. Dat zijn de mensen die het werk wat door de, uh, de, de developers wordt gedaan nakijken. En, ja. en die staan er onderaan en die krijgen nu een gigante, gigantische trap na. Ik las gisteren ook iemand die zei reageerde op iemand uh, van QA. Die zijn salaris bekend maakte van en die mevrouw, die was in Amerika. Ik weet niet of ze receptionist was of secretaresse, maar een van die twee dingen uh, die verdiende 60.000 dollar per maand. Met wat per, per maand? Duwde, nee, sorry, per jaar. Ik wil ook receptionist worden dan. Um, en um, deze mensen, QA, zitten dus ergens tussen de 15 en de 25 uh, voor een volledige baan. Hm. En dat is echt zeker. Ja, maar je kunt lekker games spelen. Hè? Ja, ja nou, dat vind ik ook wel leuk. Want ik heb, ik heb wel eens een paar keer met dat, soort, uh, met dat soort mensen, met die mensen gesproken. Het is niet leuk spelen, want je bent gewoon de hele tijd, bij wijze van spreken, tegen muurtjes aan het aanlopen. En je ding... bent de bugs aan het opzoeken. Ja, dat is eigenlijk insane. Uh, terwijl deze mensen uitermate waardevol zijn. Uh, terwijl een manager ook heel waardevol is, maar die verdient dan het veel fouten van nou, je kent het, uh, het hele verhaal. Ja. Ondertussen, um, ja, nou laat dan de aandelenkoers maar even zien. Want dat is toch wel de graadmeter. Nou, je ziet het. Uh, we hebben even het pipje voor uh, Bobby ervoor gezet. Maar dat pipje kan dan ook weg. En dan zie je: uh, Dit is eigenlijk de noordkant van de Himalaya. Als je zo naar beneden gaat. Ja, het, het is verschrikkelijk gewoon. Het gaat niet goed. En ik ben heel benieuwd hoe lang dit ook gewoon nog door kan gaan met dit. Ja, met deze leiding. Um, ik, ik vind het helemaal 40% naar beneden gewoon. Dat is, dat is insane veel. Hebben ze in zes maanden tijd aan, aan market, uh, market share, uh, market value uh, verloren. Ja, hoe lang kun je daar doof voor blijven? Zeg maar, of van wegkijken. Ik bedoel, er gaat op een gegeven moment toch iemand moeten ingrijpen. Ja, ik vind dat moeilijk, man. Ik, ik ben geen Bobby Kotick. Um, ik ben geen topmanager die... ...heel hoog in een bedrijf zit. Wat, wat, hoe zou jij dat dan voelen als... ...op een gegeven moment zo de social media is tegen je... ...je wordt van alles en nog wat uitgemaakt... Uh, ...je bedrijf is eigenlijk... ...de helft van je medewerkers wil dat je weggaat... Uh, ...Nintendo, Sony, Microsoft... ...die vinden dat het niet goed is. Dat ook, betekent ook dat je, als je op die borreltjes komt... ...dat iedereen ook een beetje zo van... ...oh, daar heb je hem... Ik zou een andere branche gaan opzoeken. Nou, maar dat bedoel ik van deze man. heeft zoveel geld in principe op de bank zitten. Waarom? Of hij gaat, hij koopt een eiland voor zichzelf en hij gaat lekker rentenieren. Maar uh... is dat dan een ego-ding? Is dat dan. Want ik, ik weet het, ik kan dat zelf niet zo invoelen. Van, van nou, maar ik ga niet weg. Ik denk, fuck it. Ja, maar dat geldt voor heel veel mensen op high, high, uh, in ja? high places. Die hebben wat moeite met zichzelf in de spiegel uh, aankijken en uh, zichzelf objectief beoordelen. Zou hij zo? echt geloven dat hij de man is op de positie om dit te veranderen? Hij denkt dat hij dit, dit zinkende schip kan redden. Okay. Maar daar, daarbij vergeet hij even dat hij uh, toch van, van aardig wat uh, ja, uh, uh, dingen beschuldigd wordt. Ja. Waar hij niet omheen da, 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 dat kan hij niet even wegleggen. En maar, nee, ja, maar, niet belangrijk, ik ga nu gewoon Activision Blizzard wel even ja. uh, effe, effe redden. Er zijn veel meer dingen die spelen. Hij, hij moet gewoon ja. weg. Hij zit ook bij Coca-Cola en de Boorten. Ja, en nog op andere posities. Ja, nee, daar willen mee. ze nu ook. Waarschijnlijk gaan nu ook stemmen op dat hij daar dan uit moet. Ja, de, deze, dat, dat bedoel ik van... Uh, proberen het te verplaatsen in iemand, maar dat kan niet. Want maar je, niet alleen hij, ja. ook Old Boys Jij, Network, weet zeker? je wel. Zeker. Maar hou al die gasten die hem hand, uh, hand boven het hoofd houden. Ja, maar die zitten op de achtergrond. Zouden zij ook druk uitoefenen? nee, Bobby niet weggaan, want als die jij moet weggaat... die moeten ook opzouten. Ja, maar als, als Bobby weggaat, dan vallen zij ook, en dat zij ja. zeggen nee, Bobby, jij blijft gewoon zitten. Je bent de kop van jut. Ik denk dat ze, ik denk dat ze Maurice Stijntje bij Nakpoelen. poelen, okay, ja. jezelf onmogelijk maken, maar ja. dan wel nog met een zak geld uh, via de achterdeur weggaan. Ja, maar ja, het zou kunnen. Um... Nou, het wordt in ieder geval een van de stellingen. Gaat Bobby in 2022 nog op de stoel zitten uh, voor uh, de najaarscontent? Gaan we naar iets wat ik in eerste instantie niet goed las? Want dat heb ik wel vaker dat ik iets lees en dat ik dan denk dat er iets anders staat. Um, maar het gaat over de Halo Infinite subreddit. Oh, um, God. En um, dat is eigenlijk een plek waarin in een normale wereld gamers met developers in contact kunnen komen om te vertellen van, ah, weet je wel, ik zit die game te spelen en ik vind dit wapen bijvoorbeeld wat overpowered of ik vind dat gedeelte niet tof, kun je er wat aan doen en dan komt er een communicatie en wie weet doen ze dat wat en als ze dan niets doen dan zeg je van oké, okay, nou, prima, uh, jammer, maar uh, het, is jou, het is jouw game. Um, het is gesloten, uh, 343 studio's. Het weekend hè? Ja, hebben het een weekend gewoon helemaal dicht gegooid. omdat ze. Uh, ja, de toxic toxiciteit. was dermate hoog. Er werden mensen bedreigd. Er, werd, uh, er werden adressen en uh, namen genoemd van developers. En het rare is. ik zie de reviews nu binnenkomen. Uh, ik heb van jou gehoord. wat je ervan vond. van 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 Koos. Uh, de een is misschien nog wat enthousiaster. dan de andere. Het is gewoon een hele toffe game. en niemand maar begrijpt dit. Het. Dit was op basis van de multiplayer. Ja. De free-to-play ja, nee. free multiplayer, maar waarbij dan nu de issue is, ja, de, de microtransacties, weet je wel. Ja, ja maar ik mo moet die betalen voor die en die skins, en, en die skin is niet goed. En eh, gewoon het, 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 het idee van moeten betalen voor shit ja. in een free-to-play game, terwijl inmiddels dat concept <laughs> van free-to-play toch al het is duidelijk vrij is. Normaal, ja, je haalt, je haalt je inkomsten uit andere dingen dan ja. de verkoopprijs. Van een game. Dat is exact die er wat we is. met z'n allen willen. We willen geen pay-to-win en we willen geen, geen market transactions mm. in full-priced game. Nu is dat niet zo en is het ook niet goed. Het is cosmetisch. Ja. Je kunt betalen voor cosmetische shit. en um, maar, uh, Niet alleen dat, het, het ging wel verder dan dat. Uh, mm -hmm. Het ging om uh, eerder gemaakte beloftes. Die nu niet helemaal worden nagekomen. Uh, een slayer playlist die er niet in zit. Terwijl het eigenlijk vrij bazaal is. En uh, gewoon een, 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 een. We zitten in een beta nog. Mm, ja, de nee. multiplayer zitten in een beta. Ja, exact. Men ja. doet alsof het al de, 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 de fully-released game is, wat het mm. nog, nog altijd niet helemaal is. Nee. Dus er zal ongetwijfeld in de komende tijd nog wel het een en ander aangesleuteld worden en bijkomen. Maar voor veel mensen is de, de, het idee van ja de, niet af, niet compleet. Te weinig playlists. En dan ook nog eens die microtransacties. Naast de full-priced single-player game die er aankomt. Mm -hmm. Daar betaal je gewoon de volle pond voor. Mm -hmm. Voor de single-player. Dat valt voor heel veel Halo-fans blijkbaar niet te rijmen. Maar om dan vervolgens zo ontzettend toxic te worden. Dat ja. Zijn het zo... Halo-fans of zouden het ook verkapte Sony-fans zijn? Sony fans zijn? Mm, het zijn veel. Trollen. Nee, 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 nee. nee. En wat is doxing? Ik zag het ook heel vaak staan. Doxing. Er werd ook gedoxd. Ik moet altijd denken aan, uh, <laughs> aan uh, docking dan. Ja, nee. D docking is <laughs> gewoon. Het is niet oké, okay, maar ik wist ook niet precies, inderdaad. Uh, dat, niet helemaal binnen mijn vocabulaire. Nee. Um, ja, het is, het is bizar. Het uh, zijn veel nieuwe Halo-fans ook, geloof ik. Althans, ja. Nou, ik ja. Nou, het grappige is: ik zie op social media en de mensen die ik volg, misschien zijn het dan wat meer. Gamesjournalisten of critici, of mensen die zoals jij en ik uh, in het vak zitten, of omdat ze journalisten zijn of omdat ze influencers zijn, die uh, eigenlijk unaniem wil aangeven van ten eerste van wow, wat tof dat we drie weken eerder met deze game massaal aan de slag mochten. En de game is een stuk beter dan wat die eerst was. Dat hebben ze knap gedaan. En het is eigenlijk best tof. Ik bedoel, ik had ook toen ik de beta speelde, ik, ik ging die, die, die grote mode spelen. Is dat nee, dat is niet Slayer. Big Team. Ja, Big team. En dat ik dacht van, zit ik nou de hele tijd dezelfde map te spelen? Er zitten weinig maps in. Ja, nou maar ja dan zet ik de televisie uit, weet je wel. Uh, of dan ga ik iets anders spelen. En het, het insane op dit moment dat mensen dus inderdaad niet meer gewoon kritiek kunnen geven. Van hé, hey, ik vind dit niet tof en daar en daarop. Maar daar onmiddellijk de gevolggeving aan koppelen. Uh, jij moet kapot, jij moet je baan kwijt, jij moet dood. Um, je bent een lul. bedoel, ja. die, die bizar. Um, en het, 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 het maakt het vak ook voor heel veel mensen weer moeilijker. Absoluut. Oh, het... Welkom to die internet. Dit is iets ja, wat... Welcome to society, today's society. Dat yeah. is wel een beetje het ding. Want uh, iedereen is, 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 is zo entitled tegenwoordig. Uh, en en, en uh, voelt zich geroepen om alles maar gewoon... Yeah. Zo'n continue verbale diarrhea uit je bek te laten komen. Yeah. Ja. Dat, dat je... Nee, daarvan, ik heb er ook ik, niks mee, joh. Ik, ik spreek daar wel vaker mee, omdat ik natuurlijk de contacten heb met de diverse publishers en de kantoren hier. Die, um, heel vaak gaat het over de piepshow, omdat wij uh, kritiek leveren. Het gaat ook over andere uh, items die we maken, omdat we kritiek leveren. Bij ons is het altijd wel belangrijk, en het zal zeker niet altijd gebeuren, hoor, maar dat je iets onderbouwt en dat het nooit op de man is. Ik bedoel, um, mag je zeggen dat een bepaalde game gewoon echt. Echt, ondermaats is, dat mag je. En dan moet je aangeven waarom dat is. Dat wil nog niet zeggen dat die mensen die erachter zitten dood moeten hun baan moeten kwijtraken en dat soort dingen. En ik, ik denk niet dat wij dit meer dan twintig jaar hadden volgehouden uh, als dat. Nee, je, je, uh, je game is kut. Want uh, ja, ik vind uh, die skins. Uh... Nee ja, het, het, is, het, het is een beetje terug. En dan ook nog eens een keer. Ik vind dat de kritiek, als er kritiek is, en die kritiek moet altijd normaal blijven, dan moet je die. Uh, richten op de mensen aan de top. Oftewel uh, het management. Die bepalen de lijn niet. Het is een beetje hetzelfde als. Uh, uh, mensen die uh, op Schiphol altijd bij EasyJet. aan de Bali. Uh, een of andere bali medewerkers helemaal stijf staan te schelden. Um, je koopt een cheap ticket. en uh, wat kan die chick eraan doen? Of die man die daar staat. Maak een, maak een brief. Huur een advocaat in. en, en klaar gewoon het bedrijf aan. Weet je wel, in plaats van dit soort dingen. En ik, ik schakel dit onder hetzelfde. Dit zijn gewoon mensen. Zo'n drie voor drie, die hebben mensen in dienst. Die, die doen de uh, community. Die staan open om te kijken hoe ze die game beter willen maken. Ik ga ervan uit dat ze dat ook hun passie is. Um, want je hoeft het echt niet voor het geld te doen. Dan ga je ergens anders, communi uh, ga je ergens anders uh, communicatie doen. Dan kan je veel meer geld verdienen. En het enige wat je krijgt is een soort van inderdaad verbale diarree over je heen. En, en dan staat nog even lekker je adres ook nog op het internet. Zodat en dan vooral een mafke straks ook nog langs kan komen. Omdat er een skin in Halo zit die die niet tof vindt. Ik bedoel, het is, het is waanzin. Er zijn belangrijkere dingen. En um, ik had het bij deze game ook niet verwacht. Nou, het is eigenlijk wel een uh, al jarenlang een beetje ja. ding dat de The de hele community trouwe Halo-fans zijn ja. ook de ergste hele en de ergste fans en tijd as vak. Ja, ze echt ons, omdat ze zo begaan zijn met ja. hun franchise. Ja. Ze zijn zo vergroeid inmiddels met die franchise, dat ze zich dusdanig entitled voelen uh, dat, om, om gewoon dingen te zeggen alsof het de waarheid is en alsof, het, alsof hun wil wet is. En, ja. Maar dat is niet hoe het werkt natuurlijk. Jij bent niet de ontwikkelaar, jij nee. bent niet part of the development team. Nee, je bent de consument en je mag het consumeren of je kunt het gewoon links laten doen. Ja, dat is nou helemaal het risico met entertainment. Het kan goed zijn of het kan slecht zijn. Net als dit item, kan je ook helemaal kut vinden. Ja, nou goed, heb je 10 minuten van je tijd geïnvesteerd. Nee. <laughs> Dat, Dat is. hoort me bij de piepshow. show. Nee, nee, ik Trek mijn premium terug. Anyway. Um, ook nog een stukje Halo. Vond ik wel leuk. Um, dit uh, kwam... Uh, ja, nee, ik bedoel, onze grote vriend Simon Seilemans, die tweette dit. En hij doet het natuurlijk ook een beetje omdat hij een bepaalde game heel erg graag bovenin wil hebben. Maar het gaat over... Uh, je kan dus nu uh, als publiek kan je stemmen op wat wordt de beste game van het jaar. And, uh, Bij Awards, de Bij de Game Awards. Game Awards ja, en uh, uh, deze tweet with 10 hours left in the players voice voting for the Game Awards. These are the 10 games that will currently advance to round 2 en Halo staat daar bovenaan ja, op basis van wat op basis van de data van de multiplayer ja, nee, ik bedoel ja, de, en Simon zegt van dude die game is nog niet uit ja, en hij heeft daar wel een punt ja, dit is een hele rare politics of zo uh, wat, wat nou ja, ik moet je hier niet als organisatie gewoon zeggen van oké, okay, maar deze game kan niet meedoen, nee, dan wil ik ook graag uh, de closed network test van Elden Ring ja, uh, die kijkt er dan ook al in was, doen. die was ook speelbaar ja, ja. en Fortnite Dat is ook wel. Maar goed, kan game van het jaar zijn, whatever. Nou ja, oh staat er gewoon tussen inderdaad, Fortnite. Ja, Fortnite staat er gewoon weer tussen. Het is natuurlijk, en daar moet je ook wel geven, kijk mensen... Waar is Returnal? Waar ja. is de daadwerkelijke game op die jaar? Maar dit is feitelijk de MTV Award van gaming. Dit, 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 dit is een mainstream massa, dus ja dan... Dit, dit slaat helemaal nergens op. Nee, eigenlijk staat het een klein, een klein beetje nergens op. Uh, Halo Infinite staat bovenaan, Amerika. Heel erg grappig. Goed, uh, gaan we even naar uh, Take-Two. Ik vind dit grappig en ik vind het treurig tegelijk. Um, je weet, er is namelijk een, een game en die heet uh, It Takes Two. En nu heeft Take Two eigenlijk al vanaf het begin, en dat wordt nu duidelijk een klacht ingediend echt waar? Uh, dat zij vinden uh, dat het een trademark er toch op. Er zijn toch songs die ouder zijn dan het bestaan van Take Two. It takes two baby. Maar het is toch It echt zo? Two, ja, kom op man. Um, ja, er toch op. Ze moeten nu uh, uh, ze mogen die game de, de naam niet meer gebruiken en het is nu onduidelijk. Ze willen. Hazelight wil er ook niks over zeggen of ze dus die game gaan renamen. Ah, dat kan toch niet. It takes two is. Ik uh, bedoel, uh, it takes two to make a thing go right. Ja, nee, wow. ik, ik, ik vind het ook uh, heel erg. Dit uh, is uh, echt. Ja. Dit is spijkers op laag water. Maar waarom zouden ze dit doen? Wat, wat is het probleem? Dat, dat vraag ik me dan altijd af. Dat intermenselijke. Waarom? Dat mensen dan misschien het idee krijgen dat dit een take two productie is. Nou wees blij, want het is een fantastische game. Ja. Het is een van de beste games van 2021. Ja. Voel je vereerd, weet je wel? Zit er als een advocaat zit dan een beetje te dreutelen op zijn computer. Hey, hey. zou ik hier nog wat geld mee kunnen verdienen? Dat is, ja, dat is Amerika overal maar wil je gewoon een slaatje uit willen slaan. Ja, wie weet zit er wat meer achter, maar ik heb het niet echt kunnen vinden. En uh, 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 correct me if I'm wrong. Uh, laat dat duidelijk wijzen. Zet het even in de comments als hier meer achter zit. Uh, is dan, EA, door EA, het is IE, hè? Gepubliceerd ja. door IE volgens mij. Het is gepubliceerd door. IE inderdaad en uh, het draait dus om het gebruik van de naam take two. Ja, en het, het, ik zie het vaker voorkomen. Ook echt andere rare dingen uh, uh, die je dan niet mag gebruiken en soms winnen ze het wel en soms winnen. Dit schijnt dus inderdaad toegekend te zijn en nu uh, is hees leiding aan het beraden. Ja, nou ja, goed. Uh, in een statement to Eurogamer this week, een hazelite spokesperson said De studio cannot comment on ongoing disputes, but the team was hopeful it will be resolved. Oké, okay, ze zijn nog in onderhandeling. Ah, nou, dan joh, zal er moet waarschijnlijk dus een shekkie heen, heen, heen en weer gaan. Um, ja, bizar. Uh, maar wat laat je je kennen als fucking uh, ja, uitgever dan zeg? Ik, uh, ja, ik, ik, ik ben. Ik, ik, plagiaat moet je nooit doen. En als ik echt iets gerip offed wordt, dan zou ik ook zeker optreden, maar een naam. Ik weet het niet, man. maar het is niet deze. It takes to. Ja. Het is gewoon, een, dat is een begrip. En het zijn woorden. En zijn, ja. je hebt take to. Dat is helemaal niet hetzelfde. Het staat. <laughs> er zijn staat er een S maar achter. takes to. Ja, het, het staat zo ver van elkaar vandaan. Qua ja. betekenissen, van, weet je. Ah, oh man, wat vermoeiend zeg. Oh, waar moet, waarom zit ik hier nou bij, man? Ik krijg alleen maar hoofdpijn. Ik krijg deze alleen maar shit. hoofdpijn. Nou, dan geef ik je nog wat extra hoofdpijn. Oh, um, dit, je weet wel die schietpartij vorige week in Amerika. Een jongen die uh, een, school, een middelbare school binnenloopt. Uh, vier ja, speelde die games. Um, nee, ja, ja, Ongetwijfeld. vast wel. Oog wel. Um, er was een uh, mainstream media outlet. Ik laat even het clipje zien. Uh, wij krijgen daar helaas geen geluid bij, denk ik. Maar. In de deze clip, dan zal ik het even zeggen. Zegt deze jongen: Now I'm become death, uh, the destroyer of all worlds. En uh, iemand had dus uh, gevraagd: Hé, hey, dat zit ook in een game. I am become death, the destroyer of all worlds. En dus zeggen zij: Van uh, ja, leggen zij de link met games. Hij is, hij is beïnvloed door deze game. Sterker nog, hij neemt fucking de citaten over. Nou, zoals ongelooflijk veel de laatste tijd. En ik, ik begin nu zelf ook een beetje een soort van sport ervan. Van te maken om bijvoorbeeld bepaalde uitlatingen van, van media op social media dan gewoon eens even te factchecken. Dat is eigenlijk best leuk. Dit is gewoon een citaat van uh, Robert Oppenheimer. Die deed hij na afloop van de eerste nucleaire bomtest. Toen uitte die deze woorden. Deze woorden zijn, staan op fucking t-shirts. Dus het komt helemaal niet van een game. Die game heeft het ook weer. Dat bedoel ik van. En, en meteen bam. Het, 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 het misschien moet Robert Oppenheimer als hij dan nog leeft misschien maar ja. even een, een aanklacht indienen. Misschien kan hij nog een zak geld uithalen. Maar het lullige van deze tijd is, mensen geloven het toch niet. Want ja, het, heeft, het, het is toch zo. Het, heet, het heet heeft op, zo, heb op Facebook gestaan. Het heeft op Facebook gestaan, dus dan is het waar. Dan kan je zeggen, ja, maar het is van Robert Oppenheimer, maar die ken ik niet. Wat is dan zijn Instagram-account? Nee, ja maar, ja, maar ze zien het in een game. En, uh, ja. Wat nee, het, ik, ik ken die game eigenlijk helemaal niet, joh. Welke game is dat? Ik zou het niet weten. Nick Valentine. Ik weet het niet. bedoel, ongetwijfeld dat die jonge game... Het was een puber in Amerika. Ja, in de games... Ik zat even te denken aan Resident Maar het zag eruit als een shooter. Dat denk ik ook inderdaad, ja. Nou goed, weer een bizar verhaal. Ja goed, ik wilde wel weer op aanslaan. Ik zag ook weer... Ik heb de laatste tijd ook weer zoveel artikelen gezien... over spelletjes en dat soort dingen. En het blijft er maar... Fuck in in hangen, hè? ja Het lullig is, ik ben dan nog degene die de mainstream media een beetje <laughs> verdedigt, omdat ik veel mensen ken die daar werken. Ja, die omdat echt je ook, ook gewoon zo'n oude lul bent. Ik uh, ben ook een oude lul. Ja, maar ik heb niet over spelletjes. Nee, maar die, al die andere oude lullen, het wordt gewoon tijd dat daar... Uh... Er zitten ook jonge lullen hoor, daar bijna. Ja, maar die zullen niet zo snel spelletjes en zo zeggen. Nee, die, die zijn zelf opgegroeid met games. En die schrijven er tenminste nu ook gewoon steeds vaker op een relaxte manier over. Ja, maar helaas... De... Al die oude lullen moeten gewoon even ja. met pensioen gaan. Ik denk dat het de eindredactie is. Jij bent het. Jij doet altijd eindredactie. Je nee, bent spelletjes. Ben ik al lang geleden mee gestopt. Ja, die maken het dan van, ouders dat veel leukere kop als ik er spelletjes bij doe. Nee. Laten is ook eens ben, over Discord. Ik, ik ben was, ben ook wel je dat gezien van Discord? Wat? Discord, het platform van gamers, cyber... Nee, wat was ik ook alweer? Uh, bit, nou, de, 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 de Bitcoiners en... De crypto of wat? Ja, crypto, uh, uh, crypto mensen en terrorists. Uh, oh ja, die had ik gezien inderdaad. Ik ja, bedoel, hoe maak je een kop lekker? Wat hebben gamers er nou weer mee te maken dan? Ja, er zitten terroristen op. Maar ja, die, zitten, die, die gebruiken ook wel eens een keer een mobiele ja, telefoon. Dat is niet juicy genoeg, natuurlijk. Nee, weet je wel. Dus uh, gooi er even wat. Uh, ja, terroristen bij. Nou. En dan, uh, oh, dan is de hele Discord opeens weer. Uh, Zou er wel eens een terrorist in de, groot... de trein zitten? En dan ligt het ook aan de trein. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, het is het is de, de rare wereld allemaal. Anyway, um, gelukkig maar dat het een rare wereld is. Anders hebben we natuurlijk gewoon geen piepshow. Volgende week hebben we er. Ja, liever geen piepshow hoor. Nee? Wat een ellende allemaal. Joh. Ja, nou ja, goed, volgende week ja, ja. is Boers gewoon weer. En um, er komt ook een mooie, lekkere lange piepshow 2021 met um, ja, alles wat daar is gebeurd. En god damn it Dan kunnen jullie wel jij, een paar uurtjes vullen. Denk jij net al dat er meer positiviteit is geweest in deze games industrie in 2021 dan negativiteit? Met... Nee, ik denk dat de nadruk dit jaar, zeker dit jaar. De afgelopen jaren, je had dan Ubisoft dat in de opspraak ja. raakte, je had Blizzard dat in de opspraak raakte. Was dat niet dit jaar? Of, of, was volgend, ja, Blizzard ja, was, was een beetje op jaar, jaar, ja. dit jaar. Maar ik denk dat met name dit jaar is er we we wel een behoorlijke console-schaarste. Schaar, ik bedoel, er is zoveel aan de hand wat niet leuk is. Ontslagen, uh, mensen die weglopen. Ja. Dus, ja. Nee, dit jaar was wel een behoorlijke ja. shit show. En uh, <laughs> ik heb wel het idee dat. Huh. Laten we hopen dat 2022 de weg ja. uh, ook gewoon qua berichtgeving en dergelijke weer een beetje een positieve Zeker. wending krijgt. We ja. krijgen uh, waarschijnlijk qua gaming aan zich ja. we krijgen een fantastisch jaar. Februari. Ja, februari is het nieuwe november hoor. Ja, nee, dat, is, dat wordt griezelig. Um, nee, laten we het hopen. Eén zo'n jaar is leuk, maar dan moeten er niet twee worden. Volgende week weer een piepshow.